Wat denkt u zelf van het voornemen van Volkert van der Graaf om inderdaad te gaan emigreren? Nou ja, goed, daar heb ik grote twijfels op. Wat mij betreft heb ik al die tijd al geroepen, emigreert hij en dan graag richting Siberië of die kant uit, heel ver weg. Met weinig communicatiemiddelen en gaat hij daar maar lekker tuinieren. Ik weet niet wat hij daar wil gaan doen. Maar ja, ik heb nogmaals gezegd twijfel over het feit of hij überhaupt gaat emigreren. En dan is hij inderdaad van die meldingsplicht af. Strategisch afpellen, hij doet het stuk voor stuk. Het is ook met enkelband gelukt. Dus wat dat betreft gaat hij de goede kant uit. En hij geniet ervan om elke keer het spelletje te spelen met OM. U denkt dat hij het bewust doet allemaal? Nou, hij vindt dat hij geniet ervan. Hij komt erop klaar. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij heeft iets in zich dat hij daar gewoon heel erg tevredenheid in vindt. Hij geniet ervan, spelletje spelen. Maar hij vergeet wel dat er nog een familie is die er elke keer met zijn spelletjes meegetrokken wordt en elke keer het proces ingetrokken wordt. Wat doet dit ook met de rest van de familie? Nou ja, kijk, hij heeft nog een broer en hij heeft een zus. Dus we zijn nog met z'n tweeën. Maar er zijn natuurlijk wel, laat ik zeggen, kleinkinderen of zonen en dochters. En die zijn ook weer getrouwd en die hebben ook weer kinderen. En die worden ook elke keer weer geconfronteerd. Ze worden op het werk mee geconfronteerd. Ze worden erop gevraagd. Hoe zit het nu precies? Hoe sta je erin? Dus je wordt constant, krijg je het proces maar weer opnieuw voor je voeten. En wat ik al eerder aangaf. Je krijgt niet gewoon even het moment of de tijd om ook even gewoon rust te nemen en even afstand te nemen. Je bent met zijn uitspraak, je gaat er al eigenlijk heen in de afwachting van nou gaat er echt eens wat gebeuren in de zin van dat het nou eens een keer onze kant uitvalt. Hè? Dat de rechtbank gewoon eens een keer nee zegt. Nou, dat is elke keer een teleurstelling. Dus teleurstellingen zijn. Twee, hij heeft het weer voor elkaar. Nou, dat kun je je voorstellen, dan word je weer woedend. Dan kom je thuis, dan is het, je hebt het los van elkaar, maak je het mee. Hè? Want ik werk en mijn vrouw is thuis en mijn zoon die is ook aan het werken, noem maar ook nog een zoon. Ja, dan komt het dan weer boven water. De een die zegt er wel wat van, de ander zegt er niks van. Je wordt, kijk, het vreet elke keer open. Niet zozeer laat ik zeggen, het overlijden van mijn broer of de moord van mijn broer. Ik bedoel, daar zijn we wel mee bezig om dat te verwerken. Dat doen we ook wel. Maar elke keer, ja, laat ik zeggen, de verslagenheid van jongens, hoe is dit mogelijk? En die droeftoeter, die blijft maar doorgaan. En dat is gewoon heel frustrerend. Wat vindt u dat er nu zou moeten gebeuren? Nou, zorgen dat er regels komen, dat hij inderdaad gaat emigreren en graag ver.